Ben je erin? Ik zie nog niks. Kan dat? Oh ja, live, hier staat. Lieve. Lieve. Ik heb nog geen beeld. Ik heb alleen live en dan zie ik jouw logo staan. Zie jij wel wat? Ja, ik zie hem. Hey. Goedemorgen mensen. Oh, ik moet even het geluid uitzetten, dat hele hoofd erachteraan. Hartelijk welkom hier bij Kok, jij ook, welkom. Oh, leuk. Leuk dat we er zien. Ik zie het, ja. Oh, ja. En we gaan vandaag live. Wacht, ik zet het geluid ook zo uit. Dit geeft niks, dit geeft resonatie. Ja? Maar wat een techniek, hè. Het is voor niks. Wat gaan we doen vanmorgen even, lieve mensen? Jullie kunnen interactief vragen stellen, hieronder. En als het mogelijk is, gaan Kok en ik die beantwoorden. Onze grote producer en vriend Ruud Broekhoven heeft vannacht al de aankondiging op internet neergezet. En daarop zijn een aantal vragen binnengekomen van mensen die we eventueel tussendoor kunnen behandelen. Zodat dat we niet stilvallen. Kok, wat zeg jij? Nou, is het wel wereldwijd dit? Worldwide dit? Het hele verhaal, live en zo. Kunnen ze dat ook in Australië? In oude familie in Australië wonen, ja, kunnen die mij ook zien? Nou? Hogezand, ja. Sappemeer, zelfs Gijs Lina kan het zien. Nou, hey, Gijs. Goedemorgen hier, hi Gijs. Gijs is er, goedemorgen Gijs. Lina, dames en heren, voor al uw wijn moet u bij Lina zijn. Ja, nou, zo. Dit brengt geld op deze uitzending. Ik kom er dadelijk even wat flessen halen, Gijs. Ja, ja. Ik kan wel even vertellen dat mijn vrouw naar de bingo geweest is, maar ja, ik weet niet of je dat weet. Ik denk niet dat veel... Ja, wat heeft ze gewonnen? 500 euro had ze gewonnen. 500 eurotjes gewonnen. Hoe kan dat? Nou ja, ik zeg, hoe kom je daar? Ja, ik heb gewonnen bij de bingo 500 euro. En morgenavond is weer bingo. Ik zeg, gaan. Ja. Gauw. Ja, en toen? Komt ze de volgende avond terug. 600 euro gewonnen. God, maar ja. Nou, dat moet dan niet gekker worden. Nee, en toen? Ik zeg, dat is God, wat een goede handel. Ja, zegt ze. En morgen is er weer bingo. Ja. Ik zeg, gaan. Ja. Als de sodemieter er naartoe. Ja. Maar ik vertrouw het niet. Dus ik reed er achteraan met de auto. Ja. Gaat ze bij zo'n bordeel naar binnen, hè? Het zal toch goddomme niet waar zijn, ja, hè? Ja. Ze komt s'avonds thuis. Nou, Kokkie, 700 euro gewonnen. Ik zeg, schat, dan heb jij een warm bad verdiend. Ja. Heb je echt een warm... Ik zal het bad vol laten lopen. Kun je dadelijk fijn in badderen. Ja. Zijn er boven toe, roept ze naar beneden. Kokkie, er zit maar 5 centimeter water in. Ik zeg, ja, maar anders wordt je bingo-kaart nat. Oké, hebben we een vraag? Ja, we hebben een vraag van een zekere... Oh, nee, ja, ik ook nog. Dennis Hendricks. Petra vraagt... Kok, weet je waar de logeerkamer is voor vanavond? Nee, hier. Dennis Hendricks. Ja. Kok, jij sigaar. Ik weet nog dat je... Jan gekletst in... Je voort nog niet... Ja, ik rook nog wel sigaren, Dennis. Ja. Nou, ja, Dennis, hij rookt nog sigaren. Ja. Dus als je nog een doosje over hebt... kun je bij Wilhelmine in de receptie afgeven, beste Dennis. Dat is wel leuk, zo interessant. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Hebben we ook onderwerpen die we kunnen behandelen, of niet? Nee, dat denk ik niet. Nee? Jos Jansen die kijkt, nou, ja, dan hebben we een goeie. Is dat die van die oliebollen? Hey, Gijslina, een vraag. Wat vinden jullie van de bitcoin? Ja, daar hebben we al iets over gezegd. Ja, ja. Want jij hebt een paar honderd van die dingen, toch? Had ik. Ik heb Gijs bitcoins gekocht gewoon voor de flauwekul in de tijd dat ze 5000 euro kosten. Een week voor kerstmis stonden ze op 16. En nu staan ze op 12, geloof ik weer. Dus... ja, ik weet het niet. Het blijft een hele ondoorgrondelijke, onzichtelijke... Ja. Ik hoorde wel dat het stadscomité wil bitcoins gaan accepteren met kamer. Met de boetezitting. Met de boetezitting. Ja, dat is geen goede handel te zijn. Dus ja, beste Gijs, bitcoins. Ik zou ze, als ik een advies mag geven, ik zou ze toch niet accepteren. Nou, als ze bij jou zo'n ding geven voor een paar flessen wijn... Thomas van Broekhoven, is dat familie van die Ruud? Ik vind het superleuk. Is dat familie van Ruud? Ja, Thomas? Ja, wat vinden we ervan? Jan Schrijen, burgemeester in Valkenburg aan de Gul. Ja, jammer dat wij hem niet hebben. Jij hebt heel andere vragen als ik. Ja, nou hier, ik zie het hier voor me. Dus wat vindt je ervan, Jan Schrijen hier, burgemeester aan de Gul? Oh ja, nu zie ik hem ook, ja. Ja, ik ken Jan uit de F. Ja, Jan, burgemeester. Ja, vooral. Alleen die moment dat hij van die hemden aan had, waar je twee handen bij kon duwen.
dat hij weer 60 kilo kwijt was. Ja, dat was. Nee, maar goed, als burgemeester was het echt een mensenmens. Ja. En die zag je in de straat en die hoorde je. En daar hebben wij nu echt wel een makke aan. Dat vind ik een beetje jammer. Ja. En geen, ja, geen vuist maken als er een vuist nodig is. Je moet ook eens mensen tegen je in het harnas kunnen. Ja, en niet overal comité's opzetten. Ja. Onderzoeken, kijken, lering trekken voor de toekomst. En, maar ja, daar hebben we het al de hele tijd over gehad. En we hebben nu een nieuwjaars- of een oudejaarsshow. Dus we gaan ook geen terugblik doen, lieve mensen. Nee, maar goed, maar Dennis zegt, Jan moet gewoon terug naar Venlo. Ja, nou, zegt hij dat? Ja, dat zegt hij, ja. Nou, Dennis, ik sta nou, helemaal achter. We zullen hem een briefje sturen. Ik zal hem... Wie, Jan of Dennis? Onze Jan. Ik vind het echt geweldig. Nou, kom op met die vragen. Ja, want Klim. Weet ik al, wat is hey, Klimmy. Klimmy Hendricks. Of Derricks. Stickerbox, Derricks. Stickerbox. Dat is de dokter van Pucky, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog een helm van Pucky, Klim. Zonder met zonder dingen. He. Hebben wij nog voornemens? Vraagt Caroline. Ja, oeh. Wie is ook weer van Broekhoven? Het is wel de Broekhoven. Het is een Van Broekhoven uitzending. Ik wist niet dat wij zoveel kijkers hadden. Heb jij goede voornemens? Ja, ik heb wel een aantal dingen die ik wil een maagband laten zetten. Oh, sorry. Nee. Ik heb voor mij. Ik wil die ook een beetje voor me houden. Maar ik heb wel een aantal dingen die ik dit jaar wil gaan realiseren. Ik wil meer dingen gaan doen die ik leuk vind. Minder dingen die ik niet leuk vind. Daar moet ik bij zeggen. De coaching traject wat ik doe, dat ik daar plezier aan heb. Als ik zie dat mensen daar iets aan hebben. Nee, mag ik je even onderbreken? Want je hebt nog maar een jaar of 20 te gaan, denk ik. Want echt veel meer zal het niet zijn. Dan ben ik 85 over 20. Dat bedoel ik. Dus je moet nu echt wel gaan genieten, beste Dick. Ja, maar daarvoor zeg ik... En een beetje met die schilderijen liggen te kloten, dat is wel leuk. Hé, hey, John van der Sterren! Ik moet de badkamer nog geschilderd hebben. Misschien moet je dat eens gaan doen. Dat is toch eens weer wat anders. Kokkie, als jij voor je badkamertje 3.500 euro wil betalen, dan wil ik wel komen. Maar is die verf zo duur? Want nee, jij kan dat toch niet... Nee, maar ik heb er 30 jaar over gedaan om zo goed te kunnen schilderen. Oh, nou nee, ja. Dat is flauwekul. Maar ik ga dadelijk weer schilderen. Dus, Oké. En, dat is, en jij, wat ga jij als goede voorbeeld? Ja, ik heb natuurlijk al laten weten aan de kijkertjes dat ik een bypass ga doen. Dus dat is een goed voornemen. Ik ga toch echt proberen te stoppen met roken. Helemaal? Dus Dennis, ja. Mijn vrouw zou dat graag zien. En voor de rest, toch genieten van het leven, jongens. Want rondom ons heen. Ja. Vallen, hoe ouder je wordt, vallen er steeds meer op. Ja, want je hebt nog maar, als ik zo moet schatten, 22 jaar. Ja, ben ik ook 85, ja. Oh, dat zou toch wat zijn als wij samen dadelijk in de Berendonk zitten. Ja, en dan zo'n programma. Dan, ja. Eerst het kunstgebied uitdoen, weet je wel. Nou, dan zetten we een glaasje op tafel, hè. Kijk, ze wat allemaal op tafel hebben staan. Ja. Dat wordt een einde, dames en heren. Ja. Als Ruud zo doet, moeten we ophouden, hebben we afgesproken. Maar hij doet nog niet zo. Dus nee. Er zit een vertraging in, zie je dat? Er zit een vertraging in. Nou. En het is zeikweer dit weekend. Het is geen vuurwerkweekend worden volgens mij. Ik had mij. Eigenlijk maar één, vind ik maar goed, één goed voornemen van jou gehoord. Heb je niet meer? Roken? Oh nee, roken en afvallen. Nou, afvallen, hè. Dus ja. Ik moet wel, wat een nadeel is van het hele afvallen, dat ik een hele nieuwe garderobe heb. Dus als er nog iemand, een of andere, iemand kijkt die een mooie... Mooie kledingzaak heeft die een beetje reclame wil. Je wil zo'n beetje in de maat van Ruud Stikkenbroek dan. Ja, dat zal het dan worden dan. Is er nog een VVV-selectie verstreken in de winterstop? Verstreken? Ik denk dat hij versterken bedoelt. Versterken, ja, dat denk ik. Dennis, ben je een beetje dyslexisch? Nou, versterken. Die Stijn doet het toch goed? Ja, maar die gaat ook weg, hoor ik. Hè? En hij gaat weg, daar zijn ze iemand van zoeken. Dus... Wat moet VVV zich versterken? Ik weet niet waar die zwak en waar die sterk zijn. Die van Krooi zag ik deze dagen weer zo'n review. Ja, wat ik zou doen als ik VVV was. Ja. En dan voor de thuiswedstrijden scheelt dat enorm. En dat is, het publiek merkt daar niks van. Ja. Ik zou de goalen 10 centimeter kleiner maken. Boven en onder? Boven en onder gewoon kleiner. En wat is daar het worden? Dan komen er de ballen de goal in, toch? Ja, dan moet je alleen je eigen goal kleiner maken. Ja. Maar ze vinden meer goals, of er meer kijkers, denk ik altijd. Ja, dat is ook wel zo. Dan kun je beter groter maken. Maar moeten ze versterken? Ja, weet ik niet. Denk ik niet. Wat denk jij, Dennis? En zo ja, waar? Wat spelen die 4-2-4? 4-2, ze zijn toch met 11 man? Ik zei in de uitzending van de Dinsco Plein, het is ook wel best druk op zo'n...
druk op zo'n veld met 22 man. En ja. Dan moet je nog maar weten wie wie is. Ja. Ik vind het een moeilijke sport, ja. Hoor. En dan loopt er nog eentje in zo'n ander shirtje. Nou ja, die hebben fluitjes in ze. Ik snap er niks van, maar goed. Waarom heb ik dat niet gezien? Hebben ze dat eruit geknipt? Dat heb ik gezegd, toch? Ja. Dixon. Maar mensen. Hij zit ja te knikken. 2000, wat wordt het? 18, hè? 18. 18. Wat hebben we in Venlo nog wat in 2018 gaat gebeuren? Kabelbaan. De kabelbaan, de Venlo stad bestaat 675 jaar. Toen wel Frans vandaag. Gaan wij er wat van merken als inwoner van Venlo? Frans schrijft in de krant dat er niks mee gebeurt vandaag. Ja? Heb ik vanmorgen gelezen, ja. Dat vind ik toch kijk wie daar is, een van onze fans. Ja. Hé, waar blijft Peter van Krooi? Heb jij die al gezien? Nee, die is nog niet wakker. Lars Understal behalve is een goeie keeper. Ja, dat is Dennis, dat is leuk. Maar dat is dus geen andere dingen. Hebben jullie ook slechte voornemens? Kok, daar ben jij meer van. Slechte voornemens? Ja. Nou, misschien slechte grappen, maar niet vertellen. Nee. Is dat een plan? Nee, dat, van die... Anders zitten we dadelijk weer bij met de carnaval of met vaste loven. Want en, er ook aan, en voor de mensen, komend weekend, dus niet dit weekend, maar het weekend daarna, doen wij de presentatie van de hierenzitting. De hierenzitting. Bij de Wien. In Domani. In Domani. Ik weet niet of daar nog kaarten voor zijn, maar... Ik denk, nou, als ze weten dat wij komen, dan zijn er zeker nog kaarten. Ja, wat doe jij aan? Je moet een lederhoze aan of zo. Ja, zo. Dat ga ik niet doen. Nee. Waarom niet? Ja, dat heb ik niet. Maar je hebt zo'n mooie benen. Ja. Wat wordt de opvolger van Lex 1? Ja, Willem Stoot, ja. Dat weet ik nog niet. Dat is een hele grote uitdaging voor onze vorst. Hij heeft wel al een Twitter-account, zag ik. Ja? Ja. Nee, maar het wordt toch een uitdaging voor... ja, maar dus hij is er, anders kan hij geen Twitter-account hebben. Dus, dat net al een Twitter-account. Okay. Ja, dus hij is maar dan. Zou het weer een jongere zijn of zal het nou iets ouder meetje. Pakken? Ja, Lieske met het kardinaals of Josje Wolter. Nee. William de Eerste, wie is William dan? Wie is William de Eerste? William Stoot, oh ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, wie, ja, William? Ja. William Stoot, William de Eerste, dat ook, Dennis Bastiaans. Ja. Hé, hey, maar wat wou ik nou eigenlijk? Ik wou er iets 14 kijkers, Kok, dat is helemaal niks. 14 kijkers is te weinig. Ja. Vaste lof, want wat wou ik daar nou toch over zeggen, man? Ja, de prins. Weer Prinsbuurt. Ik denk zo'n 40, 45 jaar. Ja. En ik ben het met Frans Pollux weer eens dat het niet weer zo'n ideale schoonzoon is. Die hebben al 5 jaar om een rij gehad. Melanie! Zou ze dat horen of niet? Ja, ik heb toch liever... En zo'n live-uitzending, dat is wel grappig. Maar ja, wel, die mensen zijn nog niet wakker. Joh. Wij zijn veel te vroeg, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus, wat doen we? Hierna nog een live-ie? Een live-ie, ja. Of een gewone, bedoel ik? Het zou kunnen. Ja. Ik vind het allemaal goed. Ja. We hebben de oliebollen. Hé, hey, stik dat ding aan. Dan hebben we het tenminste nog wel leuk. Ja, dan kan ik hem dadelijk niet meer aanstaken. Is het een wat beetje zeg gedaan, jij? Denk ik steek wel. Steek aan, dat is leuk. Nou, wij wensen de kijkertjes natuurlijk. Ik geef Rudy even de camera. Kan die gelijk een foto van ons maken? Wacht even, daar. Ja. Oh. Tada! Het duurt anderhalf uur. Duurt rustig aan. Wat doet hij allemaal? Laten we het zo doen, beste Dick. Ja? Wij gaan de mensen natuurlijk de allerbeste wensen toewensen voor 2018. Allerbeste. In goede gezondheid. Ja. Voor de hele family. En eten lekker een oliebolletje. En we hopen jullie allemaal over die lijn. Want wij hopen u allemaal zeker in 2018 weer als kijker van Kok en Dick te zien. Ja. Groetjes. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi. Hoppa. Lopen volgens mij. Nee, Ruud die denkt zo, dat is betaald, dan laat ik lopen. Hop.